Cornelis Kondre zet gemeenschapsbos in voor commerciële houtkap. De bewoners van Cornelis Kondre hebben in 2018 zelf besloten om hun gemeenschapsbos beschikbaar te stellen voor commerciële houtkap. Kapitein Louis April heeft daarbij een onderneming voorgesteld die geïnteresseerd bleek te zijn in de exploitatie van rondhout in het gebied. Het directoraat van Duurzame Ontwikkeling in Heemsen werd hierover in kennis gesteld door de districtscommissaris Ludwig Mettendaf. Daarna werd het proces van Free Prior and Informed Consent meteen in werking gesteld. Het proces geeft aan de plaatselijke gemeenschap de ruimte van inspraak nadat ze goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen die staan te gebeuren in het gebied. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.